Ik wist het vrijdagmiddag. Dat hij niet zou gaan spelen zondag. En als ik dat had geweten op donderdagavond, had ik hem alsnog geselecteerd. Is hij jouw tweede keeper of jouw derde keeper? Hij was altijd tweede keeper. En nu? En nu gaan we deze week rustig bekijken en maak het wel op tijd bekend. Want dat vertel je wel van tevoren. Ja. Communicatie. Kan soms beter. Ja, ik heb er weinig aan toe te voegen, omdat ook vanuit de trainer en PSV natuurlijk daar heel veel over gezegd is. En het is niet goed verlopen en daar laat ik het bij. Maar dat zijn wel altijd dingen wat je als trainer probeert te voorkomen. Maar je ziet wel aan hem wat er gebeurd was het weekend. Dat stoort hem wel of dat heeft hem wel pijn gedaan. Dat zegt hij ook. Ja, en het kan ook heel positief uitwerken voor ons. Hè? Dat hij in een andere situatie komt, dat hij zich happy voelt en traint. En nou ja, als ik op de trainingen zie dat wat ik verwacht van hem, dan verandert zijn situatie niet. Waarom geeft u momenteel nog steeds de voorkeur aan Zoet en aanvankelijk ook aan Vermeer boven bijvoorbeeld Krul en Bizot? Nou ja, dat zijn wat we eigenlijk geprobeerd hebben vanaf het begin om met een redelijk vaste selectie te werken. En dit is een cyclus wat we naar de EK doen. En als we dat goed afsluiten, dan hebben we twee oefenwedstrijden in maart. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat ik een aantal andere oproep. U wilde nog niet zeggen of Zoet tweede of derde doelman is. Welke invloed heeft sowieso het vertrouwen bij een club op uw basiselftal? En dan niet alleen met Zoet, maar ook bijvoorbeeld met Dumfries en Veldman? Nou, het is altijd wat je zoekt, is dat je bij spelers dat die het vertrouwen hebben. En dat wil niet zeggen, soms kan het ook een uitlaatklep voor spelers zijn dat ze niet bij de club zijn, maar wel hier. Nou ja, daar ga ik deze week naar kijken. Dat is logisch. Heb je Steven Berghuis nog aangesproken? Ja. En wat heb je gezegd? Dat het niet slim is. Het is niet de eerste keer? Nee, klopt. Je dacht niet zondag. Laat het hopen dat het de laatste keer is. Nee, maar het is. Ja, oké, je kan het uitvergroten, maar het tikkie is niet verstandig. Wil jij ook niets missen van Veronica Insight? Download de nieuwe Veronica Insight app.